Welkom bij deze uitzending. 9 september, Monumentendag, Feest van de Democratie, Feest op het Dreesplein. Kortom, Schiedam bruist als ooit tevoren. Naast mijn initiator van het Feest van de Democratie, Marcel Houtkamp, goedemiddag. Goedemiddag. Van waar het Feest van de Democratie hier op dit fantastische pleintje? Ik kwam erop omdat er dit jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. En nieuwe wethouders zijn gekozen, de halve gemeenteraad is vernieuwd. We hebben ook een nieuwe burgemeester gekregen en ik vond dat al die nieuwe bestuurders op een leuke manier in contact moesten komen met de burgerij om als het ware met ze kennis te maken. En nou ja, dat doen we dus vandaag. Ja. Toch even naar de oorsprong. Het Feest van de Democratie, dat moet iets moois zeggen over het woord democratie. Ja, democratisch bestuur is al heel lang heel belangrijk in Nederland, maar wordt ook wel eens een klein beetje verwaarloosd. Er is kritiek op, het wordt onderschat. En een van de dingen die je wel eens hoort is die politici die sluiten zichzelf op in zo'n stadhuis en dan zie je ze 4 jaar niet. Nou, het is maar een klein dingetje, maar ik wilde dat eens doorbreken op deze manier om te kijken of dat aanspreekt. Ja. 35 raadsleden hebben we in Schiedam. Heeft u ze alle 35 bereid gevonden of kunnen ze door omstandigheden allemaal komen? Alle mensen die konden komen, die zijn er. Er zijn wat mensen op vakantie en er zijn ook mensen die moeten werken op deze dag. Maar vrijwel iedereen is er, ja. Het feit dat het vandaag samenvalt met Monumentendag, is dat toeval of bewust gepland? Nee, dat is geen toeval. Wij zochten naar een dag in de septembermaand. En, op Monumentendag, Open Atelierdag, u heeft het net allemaal opgenoemd, is de kans dat je veel mensen in het centrum treft het grootst. En vroeg in september heb je geweldig weer natuurlijk meestal. Nou, ja. Klopt allemaal. Over even alweer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we moeten de microfoon delen. Ik weet dat u ook graag zelf de regie in de handen houdt. Allereerst, velen hebben het al gezegd, welkom in Schiedam. Maar de volgende vraag is toch eigenlijk van, dit moet toch wel een verpletterende indruk op u maken? Ja, dat doet het ook. En dit niet alleen, maar gisteravond ook. Toen zijn we met het hele college naar de Doek geweest. Overigens zag ik daar heel veel raadsleden over. En fantastisch, wat een geweldige stad. Ja. U komt uit een andere stad. We hebben het van de week ook even over gehad. Hè. De overgang is altijd lastig. Wat vond u nou het meest spannende om hier in Schiedam aan te beginnen? Ja, het zijn allemaal nieuwe gezichten. Dus je moet even kijken hoe de verhoudingen liggen. Je wil niemand tekort doen. Je wil ook graag onthouden wie je ontmoet hebt. Dus dat vind ik het meest spannende. Het goed onthouden wie ik ontmoet heb. Ja. Wat de mensen op het terras misschien niet weten en de mensen die daar staan ook. U bent al, zoals dat heet, anoniem al eens een beetje door Schiedam gelopen. Wat waren nou eigenlijk de eerste zaken die u toen al zijn opgevallen? Maar dat het een stad is die heel veel kansen biedt. Je ziet dat er hard gewerkt wordt, dat er hard gewerkt is. Je ziet ook dat er nog veel te doen is. En met prachtige producten om de stad neer te zetten. Maar met net wat ik al zei, ook een stad die nog heel veel uitdagingen in zich heeft. Nou, we hebben het van de week al over de ouderen gehad, maar we hebben ook jongeren hier aanwezig. Zij staan al ergens, even kijken waar ze staan. Kijk eens eventjes, daar komen de jongeren. Kom maar op met de vragen. Wie eerst? Ja, maar beginnen af. Ja. Oh, je hebt er ook een hele mooie tekening bij gemaakt. Ik mag ze meenemen, de vragen. Oh, wat leuk. Waar komt u vandaan? Ik ben geboren in Nijmegen. Ken je Nijmegen? Van de Vierdaagse? Ja, dat ken ik. En toen heb ik in Harderwijk gewoond. Van Dolfinarium. En toen in Voorschoten. Van een mooi kasteel. En nu in Schiedam. Vragen. Hoe heet je eigenlijk? Ik heet Wilma. Dat is genoeg? Wie nu? Heeft u misschien kinderen? Ik weet het zeker. 2. Een meisje, en die heet Maud. En een jongen, en die heet Ivo. En hoe oud zijn ze? Maud is 26. Mag ik nog wel vertellen, hè? Ja. En Ivo is 23. En de dames. Meegebracht voor u? Oh, wat mooi. Schitterend. Die gaan mijn kamer opvleuren. Burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en alle inwoners van Schiedam. Hier staat een echte Schiedammer uit de binnenstad. Ik vind Schiedam mooi. Maar echt mooi. Alleen er moeten nog een paar kleine schoonheidsfoutjes. Moeten er nog even recht gezet worden.
En daar hebben we jullie voor gekozen, met z'n allen. Bewust. Wij noemen het op dit moment Little Havana aan de Schie. En dat moet je waarmaken, vind ik. Loop rond in Schiedam, zet een keer je bril af en kijk hoe mooi het is. Want Schiedam is echt mooi, ja. Die zonnebril, Jork. Maar er moet echt nog wat gebeuren. Stukje Holstra, de grote omloop. Roesveld, Land van Belofte, Roesvest. Als we dat de komende 4 jaar met z'n allen voor elkaar kunnen krijgen, dan denk ik dat we met z'n allen heel trots kunnen zijn op Schiedam. Want Schiedam is het echt waard om er te wonen, om er te winkelen en om er te werken. Die drie W's. Ik dank jullie wel. We zijn naar het Dr. Willem Dreesplein gegaan, want daar is het Nieuwland Festival, het Nieuwlandfeest. Daar is bij Karin van Dreven, directeur WoonPlus. Karin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit soort feesten, dat is een fantastische happening, hè? Ja, enorm. Ik bedoel, kijk wat hier allemaal gebeurt. En daar op het podium, iedere 10 minuten een andere artiest. Ja. Van wereldfaam en bekend in Schiedam. Ja. Dus ja. Daar vragen mensen zich wel eens af, ja, waarom jullie organisatie daar altijd zo heel actief in deelneemt. Waarom is dat eigenlijk? Nou, alles wat u hier in het groen ziet rondlopen, heeft crew op de achterkant. Dat zijn WoonPlus medewerkers, maar heel veel vrijwilligers in de wijk. En die maken dit mogelijk. Ja. En ik vind dit ook ja, een soort eerbetoon aan de Nieuwlandbewoners, de vrijwilligers. Maar vergeet ook de omwonenden niet. Die moeten toch ook eventjes misschien slikken bij zo'n evenement. Ja. Maar de sfeer is hartstikke goed. Ja. Het is prachtig weer, dus wat wil je nog meer? Is dit toch de weg om te zorgen dat mensen in een wijk elkaar leren kennen? Absoluut. Je ziet hier alles dwars door elkaar heen lopen. Het programma eindigt met een enorme big band, ja. Waar op een hele andere manier wordt gedanst. Dus ja, dit is toch de manier om van alle culturen in deze mooie wijk om elkaar te leren kennen. Ja. Toen jullie als organisatie hieraan begonnen, hè, aan dat deelnemen aan die feesten, is dat gelijk een succes geweest of heb je dat in de loop der jaren zien groeien? Nou, de samenwerking zie je groeien. We hebben een enorme grote groep betrokken Nieuwlanders die zonder problemen hier aan meewerkt. Ja. En ja, het is allemaal vrijwilligerswerk, dus dat is gegroeid in de loop der jaren tot dit soort successen. Ja. Nou is Nieuwland toch, kunnen we langzamerhand zeggen, een wijk die dit helemaal in de vingers beheerst, dit soort kunstjes, feesten, leuke dingen met elkaar doen. Is het nu zo dat Groenoord automatisch dan de volgende wijk wordt? Nou, Groenoord zijn ze nu ook bezig om een programma te maken. Vergeet ook alle andere wijken niet, de Gorze, Oost-West. Daar gebeurt ook van alles. Maar in Groenoord, zo tijdens zo'n herstructureringsproces, dat de woningen gesloopt worden, zijn dit soort dingen toch wel heel erg belangrijk. Nieuwkomers in zo'n wijk die je dan beter leert kennen. Dus in zo'n fase is het heel belangrijk. Ja. Daar zullen er ongetwijfeld mensen zijn in andere wijken die denken van ja, er zullen wel mensen vriendjes met mevrouw van Dreven zijn en die zullen dan wel een voorrang krijgen. Stel dat je nou in een wijk woont in Schiedam, ongeacht waar, en je zou ook zo graag iets fantastisch als dit willen doen. Is dat nou dan gewoon heel simpel contact met jullie opnemen? Ja, het is wel natuurlijk samen met de gemeente en al die andere instanties. Maar ja,
initiatief van bewoners wordt ook door het nieuwe college enorm gewaardeerd. Dus ze beweren dat op papier dat dat mogelijk is. Dus dan gaan we kijken hoe we dan met al die vrijwilligers, al die bewoners, ook daar wat moois kunnen doen. Oké. Nou, ik hou je niet langer op, want ik weet dat er nog heel veel te doen is. Heel veel mensen willen je nog even bespreken. Hartstikke bedankt en ga lekker onder in het feest. Ga ik zeker doen. Bedankt. J'avais dessiné sur le sable ces doux visages que me souriaient. Oui, c'est la pluie sur cette plage dans cette rage. Elle a disparu et j'ai crié, crié à lui pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de ce dame, mais la belle dame. C'était ton fruit. Je l'ai cherché sans prise et croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, allez, pour qu'elle revienne. Et je pleurais. Paloma triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, Ik heb een
Ja, en zoals gezegd, kijk eens, zoveel te doen in Schiedam. Maar aan de andere kant, het is ook leuk. Naast mij Julia Snickers, zelfs op de fiets, want die moet tussen alle evenementen door. Julia, open ateliers. We staan op het ogenblik op de Korte Haven, Pand Paulus. Wat is hier allemaal te doen? Pand Paulus is het begin van de open ateliers. En open ateliers, dat betekent dat alle kunstenaars in Schiedam, of niet allemaal, maar heel veel kunstenaars hun atelier openstellen vandaag. Mm-hmm. En dan kunnen mensen naar binnen stappen, kunst bekijken, kunst kopen. Mm-hmm. En er zijn buiten dat je die route kunt lopen, je kunt hier een plattegrondje ophalen. Kun je ook je laten vervoeren met de velotaxi. Ja. En die staan hier een eindje achter ons. Ja. En die gaan een beetje naar de ateliers rijden, naar die een beetje afgelegen liggen. Ja. Dus in Schiedam-Zuid en West. En dat is natuurlijk een hele fijne manier om je eventjes te laten vervoeren. Ja. Ik zou haast zeggen, jammer dat het eenmalig is. Dat zou een mooie manier zijn. Ziet men vandaag ook de kunstenaar aan het werk? Aan het werk niet zozeer. Verkopen, dat hoort ook bij zijn werk. Hè. Dat zie je hem wel doen. En veel vertellen natuurlijk. Hè. Veel uitleggen. En nou, dat vinden mensen natuurlijk heel erg leuk. Je kijkt echt eventjes in de achter de schermen van de kunstenaar. Ja. Is zoiets nou eenmalig of zeg je van nee, even goed opletten, er gebeurt vaker dat er zo'n open dag is? Het is één keer per jaar, ja. Dus eigenlijk traditioneel met Open Monumentendag hè, vandaag, de eerste, tweede weekend in september. En het is nu wel iets uitgebreider met dat de velotaxis rijden. En er is een theetuin in de tuin van de Westmolenstraat. Ja, ja en het is natuurlijk een groot cadeau dat het zo mooi weer is, hè, ja. Voor alle andere evenementen ook. Ja. Voor mensen die nog een beetje nieuw moeten wennen aan kunst, nieuw zijn. Hoe gaat het met de Schiedamse kunstenaars? Bloeien wij weer? Het gaat misschien niet zo opvallend, maar er wordt hard gewerkt op de ateliers. Ja. Ja, eentje steken bovenuit, hè. Dat tenminste niet kwalitatief, maar qua bekendheid. Jacques Tanger maakt furoren. Zijn wij wel eens te bescheiden om dat te herkennen? Want hij gaat echt een naam krijgen. Ja, ja dat klopt. Ik weet niet of wij te bescheiden zijn. Het is wel... best wel veel aandacht aan besteed. En, nou ja, en zoiets wordt ook heel gauw ingezet als een soort marketing hè, voor de stad. Ja. En nou, Jacques is een ontzettend sympathieke kunstenaar die dat allemaal wel kan managen, zeg maar. Okay. Dus hij wordt daar niet verlegen en schuw van. Nee. Wat is het meest veelbelovend komend talent op kunstgebied in Schiedam? Wie tip je? Nou, misschien wel degene die het geschenk heeft gemaakt. Want dat heb ik nog niet verteld. Als je kunst aankoopt, dan geeft de gemeente ook nog eens een kunstwerk cadeau. En dat is van Doreen Hoeksema. Dat is nog een van de jongste kunstenaars. Ja. En het jammer is dat niet alle kunstenaars een atelier nog hebben. Hè. Dus ik was bij haar kort geleden op bezoek. Dan ligt haar kamer gewoon bezaaid op de grond. Dat moet je natuurlijk steeds wegruimen. Dus dat is wel eens lastig. En zij heeft het ateliergeschenk gemaakt. En dat is een kleine tekening. Die is vermenigvuldigd. Zodat je een lithografie van gemaakt. Dus dat kunnen mensen cadeau krijgen. Okay. Nou, Julia, in ieder geval bedankt. Jij gaat de fiets keren en jij fietst weer door naar de volgende klus. Je me suis assis auprès de ce dame, mais la belle dame, s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir. Zo, kijk eens, wat een dag, wat een dag. We zijn er even tussenuit geweest om toch ook maar eventjes een kopje soep te nemen en een broodje, want er is zoveel te doen vandaag. We sluiten vanavond af in de Korenbeurs en daar is het eigenlijk feest. Het heeft ook met doek te maken, het heeft met film te maken. Maar het filmhuis, de Filmclub Schiedam, bestaat 25 jaar. Naast mij Marianne Looyens. Goedenavond. Dag Willem. Dag. Ik zeg altijd filmhuis, filmclub, maar wat is het officieel? Het was filmclub en het is filmhuis geworden. En op termijn wordt het waarschijnlijk filmtheater. Jullie zitten, wat het jubileum betreft, natuurlijk vanavond in een hele aparte omgeving. Waarvoor hebben jullie voor een binnenlocatie gekozen? Dat is altijd veilig. Hebben we in ieder geval geen last van de regen, maar die valt sowieso vandaag niet. Vorig jaar was het de primeur. Toen hebben we hier voor het eerst kunnen zitten. Nou, het was zo goed bevallen, niet alleen bij ons, maar bij het publiek vooral. Ja. En een tweede keer leek ons op zijn plaats. Ja. 25 jaar, dat vraagt om een feestje, maar dat vraagt ook om een stukje geschiedenis. Waarom is er 25 jaar geleden in Schiedam een filmclub begonnen? Was er geen bioscoop meer of gingen de mensen niet meer veel naar de film?
bestuur, wat nog uit een harde kern van 4 jongens die destijds in Delft studeerden, zijn begonnen. Die studeerden in Delft, woonden in Schiedam en die wilden in Schiedam een studentenvereniging oprichten. Die studentenvereniging ligt in grondslag aan de organisatie van het Filmhuis Schiedam. Ja. En is daar in de loop van die 25 jaar is daar het nodige aan toegevoegd? Want hoe begin je dan? Ik denk heel eenvoudig, met een projectortje? Minimaal, ja. Met een projector, met een zaal. Gebouw de Teerstoof was tot hun beschikking. Daar zat voorheen nog QT, Kooske Tandem, een sociëteit. Mm-hmm. Waar allerlei zaken werden georganiseerd van film en optredens. Ja. En zij speelden daar eigenlijk wel aardig op in, want dat was al een beetje aan het afronden, zeg maar, die organisatie. Dus inderdaad, ze hadden een ruimte en ze hebben een projector wekelijks geleend. Zelfs een filmdoek wekelijks geleend. Houten klapstoeltjes. Nou ja, en dat is alleen maar steeds beter geworden in de loop van de tijd. Toch, als je dat afzet in die 25 jaar, met name laten we even naar Rotterdam kijken. Daar zijn mega bioscopen gebouwd met mega veel zalen. En dan is het toch verwonderlijk dat dat ene kleine bioscoopje, je zou eigenlijk denken aan het Franse dorpje in Frankrijk van Asterix en Obelix, toch altijd overeind is gebleven. Nou, we zijn niet de enige. We behoren zeg maar tot een circuit van filmtheaters in Nederland. Mm-hmm. Filmhuizen eigenlijk. En die zijn allemaal wel zo ongeveer gestart eind jaren 70. Nou, wij zijn 81 begonnen. Dus wij volgen een traditie die in heel Nederland bestaat. Filmhuizen, filmtheaters. Vaak is het zo dat als een organisatie of een vereniging 25 jaar bestaat, dat er een groot feest komt en gezapig en we gaan nog lekker door. In jullie geval is dat misschien ook wel zo, maar het is voor jullie ook spannend, hè? Want de toekomst in het gebouw van de Teerstoof in de Nielstraat is niet meer zeker voor een aantal jaren. Nee, voor een aantal jaren niet, maar voor dit aankomende seizoen wel. De toezegging van het gemeentebestuur op dit moment is dat we nog het hele seizoen gegarandeerd in gebouw de Teerstoof kunnen zitten. Aan de Nieuwstraat nummer 12. Maar wat daarna gebeurt? Dat is inderdaad deels koffiedik kijken, deels. Maar wij weten een beetje meer en we zijn in gesprek met het gemeentebestuur. Ik kan er nog niet zoveel over vertellen, want de raad moet daar nog letterlijk een besluit over nemen. Maar zoveel is zeker dat ze ons toegezegd hebben, garanten willen staan voor een nieuwe locatie als wij uitgebouwde Teerstoof gaan.